twee minuten praten over de veiligheid en over een beetje de historie van het schip. Het schip is uit 1913, gebouwd in Groningen op dezelfde werf als de Fury. Hij is tot begin 2000 heeft hij gevaren als werkschip, vooral in Hamburg. Nou, je ziet wel dat hij best lang in de vaart is gezeten van al het verdrongen staal en dit bijvoorbeeld. Hij heeft nogal wat meegemaakt. In 1959 is die gemoderniseerd, is de motor erin gezet die u nu hoort. En dat maakt het schip ook eigenlijk bijzonder, want hij is gebouwd als stoomschip, hij is gemoderniseerd. En het is een historisch schip en de meeste historische schepen die rondvaren, die zijn ook gemoderniseerd, maar toen weer teruggebracht naar stoom. En dit is eigenlijk het enige schip wat rondvaart in de staat van 1959.